De omstandigheden zijn uitstekend voor een goed voetbal. Kijkers, van harte welkom dus. Mijn collega Jeroen en ik zitten weer klaar om alle actie te beschrijven van achter onze microfoons. En vandaag mag u gaan genieten van voetbal uit onze eigen Eredivisie. Het is Heracles Almelo en ze nemen het op tegen Feyenoord. Ja, dankjewel, Siert. Nou, het zou wel eens een heel interessante ontmoeting kunnen worden, hoor. En de sfeer in het stadion is prima. Veel mensen verwachten dat het een open wedstrijd wordt. Eventjes over de uitploeg. Wat heb jij daarover te zeggen, Jeroen? Ja, we zijn al een heel eind onderweg in deze competitie. Maar nog altijd blijft dit team ontzettend goed presteren. We wisten dat ze ertoe in staat zouden kunnen zijn. Maar dat ze het nu al zo lang volhouden, dat is wel een magnifieke prestatie. Kijken naar de elf waarmee Heracles de wedstrijd gaat beginnen. Nou, we moeten constateren dat het er vrij verdedigend uitziet. Nee, maar vergis je niet hoor. Met die twee aanvallende middenvelders achter de spits is dit systeem weer net iets minder verdedigend dan een normale 4-5-1. We kijken naar de basiself waarmee Feyenoord zo dadelijk gaat beginnen. 4 verdedigers, 3 middenvelders, 3 aanvallers. Dus ze beginnen in de goede oude 4-3-3 formatie. Lekker aanvallend dus. Ja, dat kan, maar je kunt het ook vrij conservatief spelen. Hè? 4-3-3. Balbezit veroverd. Feyenoord aan het aanvallen. En nu wordt het oppassen. Hier moet de voorsprong komen. De doelman verdedigt zijn doel. Daar is hij voor, hè? Hij neemt de bal op de schoen. Hij houdt het schot tegen. Wordt ingeleverd. Het zou wel eens wat kunnen worden. Niet spiegelen maar. Bal vast in de hand. Je ziet wel vaker dat een aanvaller meteen al bij zijn debuut 1 of 2 goaltjes meepikt. En daar zal deze debutant van vandaag ongetwijfeld ook op hopen. Ja, dat lijkt me helder. En die trainer hoopt natuurlijk met hem mee. Want daar heeft hij voor gehaald. Jens Torenstra. Deze paas pakt de bal goed af. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. En hij schiet. En die gaat over de doellijn. Wat een geweldig gevoel dat het is. Debuteer bij een nieuwe ploeg en dan meteen scoren. Een meesterlijke individuele actie, hoor. Moet je kijken, zeg. Hij komt van heel ver, maar hij blijft maar gaan. En dat mogen die verdedigers zich toch wel aanrekenen, hoor. Prachtig toch, dat blije gezicht van de coach. Nadat haar ploeg de leiding heeft gepakt. Nog altijd vreugde bij de Rotterdammers vanwege die voorsprong. Terwijl de tegenstander aftrapt. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Ze zaten de tegenstander op in. Ze pakken de bal af. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. De tegenstander werkt de bal onder aanhoudende druk weg. Dat leidt tot balverlies. En let goed op, en ondercept die paas. Steven Berghuis.
steeds meer naar voren. Berghuis. Berghuis met een schot. Zo'n poging zit de doelman niet tegen. Wel voor, maar niet op de juiste manier. Hij blijft maar gaan met die bal. En met die actie wordt de tegenstander achteruit gedrukt. Die kan geen Berghuis. Oh, jongen, 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 toch. Deze had het natuurlijk ingemoeten. En dan was de voorsprong nog groter geworden. Ah, deze moet te maken, inderdaad, zie je het. Janis Blaswich. Jonathan dos Santos. Steven Berghuis. Goeie redding, zeg. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. De inworp voor de Rotterdammers. Senesi. Vrije trap voor de Rotterdammers. Via de officiële kanalen hebben we inmiddels vernomen dat Real Madrid een speler heeft gekocht. Ja, klopt, zie je. Deze speler kan er wel bekomen. Ik denk dat... Schotten op Berghuis. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Giovanni dos Santos. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. En dan trek je naar binnen. Die bal weet hij goed onderschep. Berghuis met een schot. Bang, die bal gaat terug van de paal. De keeper pakt hem. Vanaf hier ingooien kan meteen gevaarlijk worden. Jonathan dos Santos. De man bij de eerste paal. Een miserabele voorzet. Zo in de handen van de doelman. Feyenoord benut die ruimte goed. Rukt op over de... En nu snel schakelen voor de counter. En dan gaat er weer in de hand. Wat een luxe. Een voorsprong van twee doelpunten. Dat is toch lekker voetballen? Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om ook eens iets tegenover te stellen. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. Robin Prupper. En hij komt eruit. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Heracles rukt op naar de goal. Zo naar de tegenstander. Ze hebben de bal terug en nu tempo. Toch de schietkans. Die bal verdwijnt in het net. Hij schiet hem van dichtbij in. Geen bijzondere prestatie, maar
Ik heb ze ook al eens mis zien gaan. Ja. Dit was zo'n typische 2-tegen-1 situatie. Twee aanvallers tegenover de keeper. En die situatie hebben ze perfect benut. Inderdaad, geen egotripperij in dit geval. Gewoon netjes de bal afleggen en goal. Prima doelpunt. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Er wordt aangegeven dat er 3 minuten speeltijd wordt toegevoegd. Ze leveren de bal in. Daar gaat het balbezit. Heracles vindt ruimte. Dat is de rand van het veld. Een dramatische voorzet. De bal gaat achter, doeltrap. Het is rust met een afgetekende tussenstand van maar liefst 4-0. Deze speler, ja, je kunt niet anders zeggen, speelt een hele fijne wedstrijd vandaag. Wat een indrukwekkende wedstrijd speelt deze aanvaller. Hij heeft er al 2 in liggen, maar hij blijft maar doorgaan, hè. Hij blijft maar het doel van de tegenstander bestoken. In deze vorm is hij dodelijk. En we gaan verder met de tweede helft. Afgaand op de eerste helft denk ik dat het niet spannend gaat worden. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Hij probeert naar binnen te komen. Steven Berghuis. Het loopt nu goed af. Sal en nu snel schakelen voor de kant. Vrije kans om te scoren. Bal gered. Boom! Koekoek, wat een doelpunt! Dit is wat je in jargon een gouden wissel noemt. Prachtig om te zien. Die grijns op zijn gezicht. De doelman wist hem in eerste instantie tegen te houden. Maar dan gaat hij er alsnog in. Je ziet hoe hij precies op de goede plek staat en alert is. Er wordt een speler vervangen. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Heracles vindt ruimte langs de rand van het veld. Die voorzet bereikt niet zijn bestemming. De bal gaat uit en hij gaat alweer uit.
Mauro Junior. Wat gaat hij hiermee doen? Makkie voor die doelman. Hij kan gewoon blijven staan. Jens Toornstra. Toornstra. Mauro Junior. Cyril Dessers. Ziet er veelbelovend uit. Hij zit er goed tussen bij die pas. Ja, Feyenoord maakt natuurlijk dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. En ook deze tackle loopt goed af. Dat speelt hij sterk. Cyril Dessers. En let goed op en onderschept die pas. Kan er hier voor gevaar zorgen. Ze geven de bal weg. Hij maakt zijn fout goed. Hij herovert de bal die hij eerder kwijtraakte. Cyril Dessers. Daar gaat het balbezit. Berghuis komt nu dichterbij. En hij komt eruit met de bal. Doelman intussen, de bal gaat verder. Opleveren. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Mauro Junior. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Gaat dit wat worden? No problem. Geen probleem. Bal wordt via de vleugel gespeeld. Medespelers in het midden gegeven. Ja, zo'n bal heeft de keeper natuurlijk. De hond van de bureau. Erg zwakke poging van dichtbij. Ja, maar dat is toch een grote kans. Je zou meer verwachten van hem. Komt tegen een speler aan. Inworp. Steven Berghuis. Steven Berghuis. Bal vast in de hand. Ze zitten tussen. Ze leveren de bal in. Feyenoord aan het aanvallen. Nee, dit is een parodie op een schot. Ja, hard dat wel, maar volstrekt onnauwkeurig. Ja, dan belandt de bal hopeloos ver van het doel af. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. We krijgen zo het laatste fluitsignaal. In deze wedstrijd heeft maar één team de dienst uitgemaakt. Jens Toornstra. Steven Berghuis. Een behoorlijke afslag. Geen enkel gevaar levert dit op. Dat zal de doelman ook niet erg vinden. Ze gaan een andere speler proberen. Zijn ploeg blijkt te gaan winnen. En hij heeft daar, met zijn goede spel, een belangrijke bijdrage aan geleverd. 6 minuten nog. En dan zit de reguliere speeltijd erop. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. De bal aan de voeten uitbrengen. En hij voorkomt dat doelpunt. Ja, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1-1 voor de keeper.
bal wordt voor het doel gebracht. De pas komt rechtstreeks in de tegenstander terecht. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Koek, koek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik het ook je zeggen? Koek, koek. Zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt en is het duel echt beslist. Ja, het gaat eigenlijk precies zoals iedereen verwacht had. Hun missie is winnen en het lijkt erop dat ze die missie gaan halen. Ja, het verschil in kwaliteit is ook duidelijk te zien natuurlijk. Voorzet kan vanaf de flank. De doelman werkt de bal naast de goal. Fantastische redding hoor. Renato Tapia. Steven Berghuis. En dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Hij gaat terug. Ja, doelpunt, schitterend. Tweede doelpunt alweer van deze debutant. Ja, op die manier sluiten de supporters je vrij snel in het hart. Ja, en dan kan hij hem makkelijk afmaken. De doelman was ver van zijn lijn af. En dan is het geen grote opgave natuurlijk meer om hem erin te werken. De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. En dat is het einde van dit duel. Some questions regarding the match. Thanks, well played.
Omstandigheden zijn uitstekend voor een mooie. Potvoetbal. Kijkers, vanuit welkom dus. Mijn collega Jeroen en ondergetekende ik ben Siert voorzien deze wedstrijd van commentaar. En we verheugen ons op een wedstrijd in de Eredivisie. Dit is Feyenoord tegen de mannen van FC Emmen. Ja, dankjewel Siert. Nou, het zou als een heel interessante ontmoeting kunnen worden hoor. En de sfeer in het stadion is prima. Veel mensen verwachten dat het een open wedstrijd wordt. Bij Feyenoord zijn er weinig zorgen over het aanvallende spel. Tot nu toe hebben ze de meeste doelpunten gemaakt van alle teams in de competitie. En we gaan het scorebord maar goed in de gaten houden met deze gevaarlijke aanvallers van de thuisploeg. Geen team heeft tot dusver vaker gescoord in de competitie. Kijken naar de basiself waarmee Feyenoord zo dadelijk gaat beginnen. De trainer van deze ploeg maakt er geen geheim van dat hij wil gaan aanvallen. Anders zou je niet voor 4-3-3 zijn gekozen. Dat lijkt me ook niet, nee. Een interessante formatie, dat wel, met een vrij compact middenveld. Dit is de opstelling waarmee Emmen de wedstrijd zal beginnen. Nou, we moeten constateren dat het er vrij verdedigend uitziet. Nee, maar vergis je niet hoor. Met die twee aanvallende middenvelders achter de spits is dit systeem weer net iets minder verdedigend dan een normale 4-5-1. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Daar gaat het balbezit. Ja, op het doel. Het schot wordt afgeweerd door een speler. FC Emmen mag ingooien. Hij speelt hem naar de flank. Hij laat de tegenstander achter zich. Dit kan maar eens een kans opleveren. Niet pakken, wat gaat hij doen? Die bal wordt geblokt door die speler. Bal naar het midden. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Het ziet er veelbelovend uit. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Feyenoord zal zijn laatste wedstrijd nog lang heugen. Ze wisten die uitbot overtuigend te winnen tegen Heracles Almelo. Ja, die wedstrijd eindigde in 6-1. Zo'n beetje elke bal ging erin. En het zou me niet verwonderen als ze vandaag opnieuw gaan uithalen. Goed gereageerd zeg, en daarmee heeft hij die paas onderschept. Nog steeds iets verder. Teamgenoot bij de eerste paal. Hij ziet hem er goed in. Prachtige volley. Ja, maar beter dan zo kan de bal niet worden voorgezet. En dan raakt hij hem uiteindelijk perfect. In één keer op de slof. En zoef, raak. Ja, sublieme volley. Technisch perfect uitgevoerd. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Nog altijd vreugde bij de Rotterdammers vanwege die voorsprong. Terwijl de tegenstander aftrapt.
zo naar de tegenstander. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de bronnen lijkt het wel. Een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Die doelman moet opletten. Op het doel. Hartschop, maar geweldig mis. Wat is dit voor onkunde? Helemaal verkeerd geraakt. Ja, zonde hoor, van zo'n kans. Nou, wat kan hij hiermee? Een sluwe steekpaas. Uiteindelijk loopt het op niets uit. Dus opnieuw proberen. Wat gaat hij hiermee doen? Gaat dit wat worden? Doelman met een redding. Hoekschop komt voor. Juist, de doelman zet zijn vuist tegen die cornerbal. Hiermee moet je uitkijken. Kan hij voor gevaar zorgen en dan nu een mogelijkheid om een snelle uitbraak. En er gaat er weer één in. Oh, wat een luxe. Een voorsprong van twee doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Elke aanvaller houdt van scoren en voor Steven Berghuis is dat niet anders. Ja, zie het bij deze treffer zal extra goed voelen. Hij speelt hem naar de flank. Hij gaat verder. Nee, zo bereik je geen medespelers. Zwakke voorzet, zeg. Feyenoord is vandaag minder aan de bal dan de tegenstander. Ach, een kniezoor die daar op let. Ze staan immers dik verdiend voor, dankzij die razendsnelle uitbraken van ze. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Belovend uit. Dit kan wel eens een kans opleveren. Feyenoord met het balbezit. Feyenoord gaat in de aanval. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Daar is dan toch het gevaar. Zo, goal! Hij stond op de goede plek om de bal er van dichtbij in te werken. Dat was niet moeilijk. Ze konden met z'n twee op de keeper af. Hebben mooi de buitenspelval ontlopen. Dus, ja, perfect uitgevoerd. Absoluut. En de paas, want daar ging het uiteindelijk om, die kwam precies op het juiste moment. Waardoor de keeper uiteindelijk kansloos was. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Nog steeds op weg naar het doel. Zijn teamgenoot krijgt de bal terug. En de bal gaat naar de tegenstander. Veel ruimte krijgt hij niet. Steven Berghuis. Kunnen ze profiteren van deze paas? De bal gaat via de lat achter. Tik. Feyenoord aan het aanvallen. Met een tackle pakt hij de bal af. Ze leveren de bal in. Steven Berghuis. Berghuis met een schot. Schot tegengehouden door de keeper. Nee, dit strandt hier. Ze zullen het opnieuw moeten proberen.
De scheidsrechter fluit. Dat was een overtreding door FC Emmen. Oh, harde overtreding zeg. En de scheidsrechter geeft geel. Deze ploeg blijft massaal achter de bal. De tegenstander moet iets verzinnen. Verzin een list. Goeie redding. En hij heeft de bal vast. We hebben aangegeven dat er 3 minuten speeltijd wordt toegevoegd. Balbezit voor Feyenoord. En een offensief van de Rotterdammers. Een succesvolle tackle op eigen helft. De scheidsrechter geeft aan dat het rust is. Het is nu 3-0. Ah, deze speler legt vandaag een prima wedstrijd op de mat. Die vindt nog steeds iets verder. En dan nu de tweede helft. Ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn, Siert, maar ik denk niet dat de machtsverhoudingen opeens heel anders zullen zijn. Na die tackle is hij de bal kwijt. Wordt ingeleverd. FC Emmen is aan de bal. Hier het offensief van de FC Emmen. Bayern München heeft flink wat te besteden. Er is nu bevestigd dat ze dat ook daadwerkelijk hebben gedaan en een speler hebben gekocht. Nou, ik verwacht dat ze een goede koop aan hem hebben. Volgens mij past deze speler perfect bij deze club. Slordig met het balbezit. Mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Dribbelt verder richting doel. Ze geven de bal weg. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Nee hoor, toch niet. Ze zijn de bal kwijtgeraakt. Zou wel eens wat kunnen worden. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Steven Berghuis. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. En nu wordt het oppassen. Nou, die tackle heeft hij de bal niet meer. Vrije trap voor Feyenoord. De trainer heeft besloten om 2 spelers te wisselen. Goed gered door de doelman. En de bal geklemd. Pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Ze leveren de bal in.
wordt er voorbij. De bal is hij kwijt naar die tackle. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Ze zaten de tegenstander op de hiel. Pakken de bal af. Steven Berghuis. Steven Berghuis. Het lijkt erop dat de coach gaat wisselen. Schop komt niet aan. Gaat over de zijlijn. Daar gaat het balbezit. Hij is gretig en pakt de bal af. Ruimte voor de counter. De verdediging herpakt zich. Haalt de angel uit die counter. Ze profiteren van deze pass. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Er komt iemand helpen. Cruciale onderschepping. De wedstrijd loopt op zijn einde. En er is telkens maar één team geweest dat aanspraak maakt op de overwinning. Voordeel voor Emmen. En de aanval mag verder. Hij schudt de tegenstander van zich af. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Goeiedag, dat schot gaat maar net naast. Misschien was die actie zelf al vergeten, maar die scheidsrechter dat duidelijk niet. Inderdaad. Het spel ligt stil en die gelegenheid grijpt hij aan om hem geel te geven. Hij mag eruit en een verse kracht komt erin. Miguel Araujo. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Die doelman moet opletten. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Maar zo'n poging zit de doelman niet tegen. Hij krijgt bijna geen tijd. Blijft aan de bal. Knallen maar. Oh, wat een boeier zeg. Maar hij gaat erover. Als hij erin ging, zou hij door het net zijn gegaan. Het ontbreekt dan wel net aan een itsie-bitsie nauwkeurigheid. Nog 2 minuten extra speeltijd. Hij weet het paas op de schep. Goed opgelet. Loopt lekker zo. Weer die bal kwijt. De scheidsrechter fluit. De wedstrijd is afgelopen. Ze hebben weer een overwinning te pakken. Dat gaat best lekker zo halverwege het seizoen. Er is ook alle reden om optimistisch te zijn. Nog steeds iets verder. Hi, just a couple of questions for you. That'll be all.